Gunther Boman, na een lange tijd dat je niet meer in het vrouwenvoetbal was, ben je ondertussen opnieuw trainen bij Aalst, waar je vroeger successen boekte ook. Hoe gaat het hier de eerste weken terug? Uh, We hebben eigenlijk uh, een 14 dagen, drie weken al erg goed gewerkt. Mm -hmm. uh, er zat sfeer in de groep, uh, er was wil om, om te werken, er was uh, echt een hele positieve sfeer. Mm -hmm. Spijtig genoeg hebben we dat in de eerste helft niet gezien op terrein, de tweede helft wel. Mm -hmm. Maar tot hiertoe kan ik op de groep alleen maar zeggen dat ze fantastisch hun best doen. En alles doen om zo goed mogelijk uh, als ploeg eruit te komen. Spijtig genoeg denk ik dat dat time mm -hmm. in de eerste tijd een beetje in de benen geslagen is. Woluwe uh, toonde meer wilskracht, toonde meer inzet. Toonden weer de wil om te winnen. In de tweede helft was dat totaal omgekeerd. En als we dan de kansen zouden kunnen afgewerkt hebben, dan ja. zat er zelfs nog een overwinning in. Maar ja, dus, ja, ja. Uh, keeper doet ook mee van de tegenpartij. En, uh, ja, dan uh, is dat een beetje zuur. Zeker nu dat die laatste plaats erin zit. Maar uh, ja, nu mogen we er een beetje bij stilstaan. Vanaf morgen moeten we weer werken naar de, naar de volgende wedstrijd. Ja, maar het was wel een, een heel spannende match. Hè. Uh, jullie komen 0-1 achter, komen op 1-1, dan wordt het 1-2-1-3. Jullie hebben kansen om terug te komen, 2-3 misschien. Dan wordt het uiteindelijk een bal op de lat van Woluwe. Dan komen jullie toch op 2-3, dan een penalty gemist, maar dan nog kansen. Het was echt een fantastische match, hè, vandaag hier. Ik denk voor het publiek was het uh, goed om te zien, maar dat heeft er dan ook mee te maken dat we in ja. de eerste helft de controle niet genoeg hadden. Mm -hmm. En, en dan kan ja, dan er op een duur langs de twee kanten kansen vallen, maar opdat je dan ook risico's gaat beginnen nemen met, eh, om toch nog gelijk te kunnen stellen. Maar het is geen dat ik zeg, hè. de groep toont heel veel inzet, eh, werkt goed. Dus ik kan hun weinig behalve de eerste helft dat we niet echt bij de les waren. Het is, eh, ja. het is spijtig, maar het is zo, Dan moeten we meenemen naar de volgende matchen Dat we van de eerste minuut er moeten staan. Ja, en dat is al volgende week. Club Wajaleek om op bezoek. Dat is een leuk affiche, ook rechtstreeks op televisie. De mensen zullen moeten kijken hè, als je de wedstrijd van vandaag zag. Ja, het is dat ze kijken natuurlijk. We gaan ook in een andere, het gaat een andere wedstrijd zijn, maar we gaan ook altijd proberen van, er het beste van te maken en die eh, puntjes te sprokkelen. Dat we die hier op de lantaarn kwijt geraken zo snel mogelijk. Ja, is het uh, voor jou vreemd om nu eens uh, onderaan in die rangschikking te moeten werken? Want je hebt altijd, uh, meestal ging je voor de titels hè? Uh, met de ploeg waarmee je speelde. Ja, ik heb het geluk gehad die, die jaren hierbij als mee te maken. Maar Ik heb uh, al onderwijl meer dan dertig jaren training gegeven. Ik heb ook uh, in moeilijke omstandigheden moeten werken. En, uh, dus dat je niet zo'n sterk elftal had. Dus maar, uh, dat, uh, dat is niet erg. Maar we blij doen. dat je terug bent uh, om dit te doen? Ja, dat, uh, het geeft altijd een goed gevoel, zeker om hier uh, terug op haast te zijn. Uh, het, uh, met plezier. Ja. Ja, dus de motivatie is er nog altijd? Zeker en vast, zeker en vast. Oké, okay, ik dank je en uh, in elk geval al succes voor volgende week tegen Club Bruggen ook. Ja. Dank u.